Een betere wereld begint niet alleen bij jezelf. Het begint bij de keuzes die we samen maken. De coronacrisis raakt ons land hard en legt een vergrootglas op wat we al langer voelen. Dat werk voor een fatsoenlijk salaris, een fijne betaalbare woning of een goed betaalde leraar die tijd heeft voor de klas al voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend is. Er zijn bijna 3 miljoen werkende Nederlanders die geen vangnet hebben of geen vast aantal uren werk. Ze hoppen van flexwerk naar freelance opdracht, van nulurencontract naar gedwongen zelfstandigheid. Dat maakt mensen onzeker. De groeiende ongelijkheid en de kwetsbaarheid van mensen is het gevolg van 40 jaar denken, waarin de markt het doel was, de overheid het probleem en het individu de oplossing. Dat kan en moet anders. Dit is ons plan. Een plan voor meer werk en tegen werkloosheid. Een plan voor investeren in leraren en verpleegkundigen en tegen cadeaus voor aandeelhouders. Een plan voor meer betaalbare woningen en tegen huisjesmelkers. We kiezen voor een samenleving waarin we allemaal onze bijdrage leveren en elkaar helpen, zodat iedereen vooruit kan komen. Daarom moet je op een aantal zaken kunnen rekenen. Een fijne woning waar je je thuis voelt, werk met een inkomen waar je van kunt leven. Een vangnet voor als je pech hebt en een eerlijke kans voor ieder kind om vooruit te komen. Geen eigen risico meer als je zorg nodig hebt en gratis kinderopvang voor gezinnen. Het plan van de Partij van de Arbeid gaat over een eerlijk en fatsoenlijk Nederland. Met een sterke overheid. Een overheid die medicijnontwikkeling en de woningmarkt in eigen hand neemt. En investeringen laat samengaan met vergroening en het aanpakken van de klimaatcrisis. Ons plan gaat over een samenleving waarin we de lusten en lasten eerlijk verdelen. Want we zijn meer dan een economie van individuen. En kracht komt altijd uit het collectief. Wat weten de jongeren die klimaat staken, de leraren, de zorgmedewerkers die vragen om meer dan applaus alleen en agenten die demonstreren voor meer salaris en waardering. Hun gemene delen, ze hebben allemaal de overtuiging dat het anders moet, dat het kan en dat het nu moet. Samen kunnen we weer grip krijgen op ons leven en onze toekomst. Kunnen we zorgen voor een eerlijke spreiding van kennis, macht en inkomen. Samen kunnen we nieuwe zekerheden creëren door de publieke sector in ere te herstellen. Met dit plan zorgen we ervoor dat Nederland eerlijker en fatsoenlijker wordt.